Yo, Drop Army, super nice dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag in de video gaan we naar Saffron City, waar Team Rocket gezegd heeft, probeert de stad over te nemen. Let's go! Hoe is het met ons team? Oef, die moet even beter worden. Oef, die zijn nog helemaal knock-out van de gym, van de vorige video natuurlijk. Ik moest even niezen. Ja, wel echt een dik team, hè? Alleen Ponyta moet eruit, of niet? Dat is nog niet alles, hè? Wie wil jij voor Ponyta erin hebben dan? Of zullen we gewoon een nieuwe vangen daarvoor? Ja, daar gaan we. Rappy Day. Oké. Dat heb ik een keer gezien. Maatje, we gaan hier naartoe. Let op. Even een bakje koffie tussendoor. Dat is toch lekker. Richting Saffron City. Oh, waar ben ik dan? Daar ben je. Crowley. Jawel. Hij zegt, doe mij maar even een theetje. Laat mij... Papa, oh, kijk wel. Hij zegt, bloek, 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 bloek. Hij zegt, als je echt naar Saffron City... Bloek, bloek, bloek. Hij zegt, dan denk ik wel dat ik je voorbij kan laten bloek, bloek, gaan. Maar papa... We gaan de verkeerde kant. Nee, we gaan de goede kant. Let's go, let's go. Saffron City. Wat is het voor lijp stadje dan? Heel lijp. Team Rocket. Wat doen die hier? Ik weet helemaal niet wat we hier moeten doen. Zij is het toch? Oh, hier staat nog een Team Rocket gast. Er staan allemaal Team Rocket gasten hier. Ja. Oké, wat is hierboven? Oké, hier is dus een Pokémart. Dat is ook wel chill. Kun je een Pokéballetje kopen. Maar doen we nou niet meer. Agent Jenny. Agent Jenny, vertel eens even wat er aan de hand is. Team Rocket. Ze zegt, we zijn constant achter hun aan te gaan, maar ze blijven maar komen. Oké. Ga eens daar naar binnen. Wat is hier dan? Moeten we met allemaal gasten vechten, ninja's? Ja. Dan krijgen we Hippo Channel of Hippo Molly, moeten we kiezen. Oké. Nou, dat gaan we dan doen. Goeie tip van mij, hè. Bokka, goeie tip, pa. Wij zijn met z'n tweeën, dat is sowieso wel heel chill om met z'n tweeën te vechten. Oké, let's go, vieze karate kid. Black Bolt, zwarte band, Hitoshi! Thunder, gaan we volle bakken primer thunderen. Vliegaanval, let's go. Wing attack. Oh, hij mist hem. Hij niet. Klaas, oké. Lekker, maatje. Oké, wat is dit? Ach, nog eentje keer. Vinde gasten. Dan moeten we daarna nog een keer twee. Nog twee keer, let's go. Maar hij maakt niet uit, man. Pak ze allemaal. Ja, al even vliegaanvallen. Vliegen als een jacko. Klaat, okay, hier. Dit gaat niet goed. Dit is niet heel effectief. Boom, ook niet. Oké. Okay. Wel een beetje. Ik denk dat tijd voor War Turtle. Pikachu doe even double kick. Zo. Klaas. Zo. Super effectief ook opeens. Oh nee. Kan die War Turtle dan een baas zijn? Nee, die gaat bijna niks af. Ja, maar dit is ook water. Oké, gast, wij gaan gewoon deze ronde gebruiken voor een super potion. En dan mag War Turtle wat af gaan maken. Oké, doe jij maar gewoon een watertje. Masso! Watergun. Hup. Hij is weer helemaal beter. Pika. Okay, War Turtle. Juist! Pikachu is weer beter. Lekker! Pikachu, we geven jou verrast. Pikachu, ik ga verrast gaan doen. Oké, okay, let's go. Dat is normaal. Hidiki heet die. Hidiki. Bite. Dark aanval. Bang. Boom. Wow. Bubble beam op Bart Turtle. Nou, dat zal veel zin hebben. Jongen. Hoe kun je nou zo dom zijn? Daar snap ik dus echt helemaal niks van. Jij dan? Hebben. Dus hebben. Bam. Hebben. Oké. Gaan ze gewoon op één rij. Hij heet Mike. Zwarte band Mike. Gooit Machoke. Drop de Mike. Drop de Mike. Gooit Machoke. Is Mike tegen Mike. Echt? Ja. Nee, is dat drop de Mike? No, Mikey, no. Prima.
Zo. Wow, die wartortel is ook wel een sterke gast, hè? Dit heeft helemaal geen zin. En ik word beter. Niks aan het handje. Moppa. Hup, hij. Hij krijgt nog een knal voor zijn hartjes, jongen, met die fine whip. Hij krijgt een knal voor zijn hartjes met die fine whip. Bijten. Klaas. Lekker. Afgelopen. Lekker, maat. Oké, wie gaan we nu slaan, deze gast? Hey, G. Hoe zou die heet? Karatemeester. Hij doet zo. Ik ben de karatemeester en ik ben de leider hier. Hij zegt, wil jij soms tegen mij battelen? Hij zegt, verwacht geen genade. Oké. Oh, in één keer, hé. Zo, die Venusaur, hé. Is dat van baas? Oké, dus wij mogen nu dus kiezen tussen Hitmonlee en Hitmonchan. Oh, dit is wel een moeilijke hoor. Jij mag kiezen. Ine, mine, me, te, 10 pond, grutte, 10 pond, kaas. Ine, mine, me, te, is de baas. Nee. Oké, dan pakken we die. Waarom deden we dat dan? Ik heb geen zin. Gewoon even een Hitmonlee cadeau, zeg. Bam, dat is wel lekker, hé. Gewoon even een Hitmonlee krijgen we cadeau. Gewoon zomaar ook. Zomaar krijgen we die cadeau. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat... Ik vind dat wel heel erg nice van die gast. Dankjewel, gast. Dan gaan we meteen die Hitmonlee erin rammen, of niet dan? Waar is die eigenlijk? Zullen die in Politoon? Waar is die dan? Zullen die in de Politoon? Oh, hier. Ja. Ja. Ponyta eruit? Ja. Die is wel sterk, man, die Ponyta, level 39. Maar ja, Hitmonlee, wat voor aanvallen kan Hitmonlee? Zullen we even kijken welke aanvallen die kan? Oké. Ja, dit ziet er prima uit. Jump kick kan die. Oké. Dus een springende schop. Daar kan die mensen echt mee aanpakken, denk ik. Zo, hier, kom dan. Vecht nog een keer tegen ons aan. Kom dan. De groeten. Oké. Wat is nou de bedoeling dan? Ik weet helemaal niet wat we hier moeten doen. Jesse James. Dit is Team Rocket. Wat is hier aan de gang? Moeten we zeker vechten of niet? Hij zegt alleen mensen van... Alleen leden mogen naar binnen. En niemand anders. James zegt... Hoe kun je dat nou zeggen, man? We staan aan dezelfde kant. En Jesse zegt... Hoe onbeschaafd, zeg. Zit je nou gewoon een hele mooie meid te weigeren? Ga aan de kant! Zo, Jesse is al naar binnen. Hey Jesse, wacht op mij! Die James die loopt er al een keer ook maar een beetje achteraan, hè? Beetje slappe zak wel. Kom, we gaan eerst onze Pokémon beter maken. Kijk, ik wil even snel wat laten zien. Level 36 is Wartortle nu. Ja. Oké. Boom. Oh, nu hebben we dus Pikachu, Charizard, Venusaur, Blastoise, Gengar en Hitmonlee. Kerel. Wow. Blastoise. Oké. In de volgende aflevering gaan we kijken wat er in het gebouw is waar Jesse en James naar binnen liepen.